Dat daar, boven de poort van de abdij, is Willem II, graaf van Holland en Zeeland. En deze Willem heeft van al onze graven de grootste carrière gemaakt. Hij werd in 1247 namelijk verkozen tot koning van het enorme Rooms-Duitse Rijk. Het is allemaal heel ingewikkeld, maar daaruit volgde dat hij ook keizer zou worden. Maar ja, dat is dus nooit gebeurd, omdat hij al voor die tijd werd vermoord. En daarna werd hij hier dus, in de koorkerk van Middelburg, begraven. En dit zou zijn graftombe zijn. Nou, ik zeg bewust zou het graf zijn, meneer Hendricks. Want volgens u ligt dus hier zijn broer. Maar er staat wel een bordje met Willem II. En dat is niet juist. We weten dat er hier twee leden van de grafelijke familie begraven zijn. Dat zijn Rooms koning Willem II inderdaad en zijn broer Floris de Voogd. Nu is de vraag van wie is dit nu het grafmonument? Nou, wat we hier zien, dat is duidelijk een middeleeuws in gotische stijl gehouden beeld van een monument van zeg maar van rond 1300. Terwijl we uit schriftelijke bronnen weten dat er in de 16e eeuw, rond 1540, voor Willem II een groot monumentaal monument gemaakt is in een renaissance stijl. Ja, maar echt een praalgraf was echt het dus. Een praalgraf. En dat heeft zo goed als zeker hier gestaan, op deze plek. En wat in 1568 bij de brand van deze kerk grotendeels verwoest is. In de tijd van de reformatie, dus 1574, werd de abdij opgeheven, werd deze kerk ingericht als protestante kerk, werd er heel veel beeldhouwwerk en alles verder weggehaald, werd hier deze muur dicht gemetseld. En pas in 1817 heeft men ontdekt dat er achter deze muur het monument was. En men wist van die twee graven en men was er meteen van overtuigd, dit moet Willem II zijn. En het was dus zo ontzettend prachtig om in Middelburg en in Zeeland te kunnen vertellen, kijk eens, Rooms koning Willem II van het Duitse Rijk ligt hier in Middelburg begraven. De kans is dus het grootst dat dit niet Willem II zijn graf is, maar van Floris de Voogd. En was trouwens voor Zeeland een belangrijke man die in de tijd dat de Rooms koning was, het bestuur hier overnam. En na de dood van Willem II in 1256 heeft hij het graafschap bestuurd, want de kleine Floris de Vijfde die was nog te jong. Dus als voogd heeft hij toen het graafschap. Voor Zeeland heeft hij veel betekend. Het mooiste zou nou zijn wanneer er een plaquette komt waarin beide genoemd worden en natuurlijk een beetje informatie over deze mensen erbij. Maar als je er goed laat zien, dat ze hier echt allebei lagen. En nou ja, wie weet zijn de botten van Willem II nog wel ergens hier onder de grond. Dat weten we gewoon niet. MUZIEK